naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een superleuke video voor jullie, althans dat vind ik zelf. Ik heb namelijk een soort mini makeover, room makeover. Zoals jullie in mijn weekvlogs hebben kunnen zien, echt van anderhalve maand, geleden, hebben jullie kunnen zien dat ik deze muur achter mij wit heb geverfd, want die was eerst blauw. En dat mijn vader een paar weken geleden deze klamboe heeft opgehangen in mijn kamer, superleuk. Maar daardoor is mijn kamer wel echt super wit, want nu zijn al mijn muren wit, dit is wit. En ik heb hier naast me ook een muur naast mijn bed en die is ook helemaal wit. En daar ga ik dus iets mee doen. Ik heb namelijk allemaal lijsten en posters van het merk Decennio gekregen. Super leuk. Ik mocht er voor 200 euro mocht ik daar posters en lijsten bij uitkiezen. Ik heb ook twee posters voor mijn moeder gekozen die ik zo ook even laten zien. Maar ik heb dus een hele collage bedacht en gemaakt die ik dus daar zo op mijn muur wil gaan maken. Dus dat ga ik vandaag voor jullie filmen. Laten we maar eerst beginnen met welke ik allemaal heb uitgekozen. Oké, ik heb hier voor me een hele doos waar alle lijsten in zitten. Ik heb echt super veel lijsten besteld. En hier heb ik een koker waar alle posters in zitten. Ik heb hem wel al opengemaakt, omdat ik toch even nieuwsgierig was om te kijken hoe de posters eruit zagen. Maar ik ga nu even laten zien welke ik dus allemaal heb gekozen. Ik heb een witte muur, dus ik vond het wel leuk juist om dan zwarte lijsten te doen. Anders wordt mijn kamer wel heel erg wit. Allemaal stories. Zo. Even kijken. Ik zal alle prijzen en alle linkjes van alle dingen die ik heb uitgekozen in de beschrijving zetten. Zo hoef ik dit niet in de video te vertellen en kunnen jullie makkelijk doorklikken. Ja, dus laten we maar gewoon beginnen. Ik heb hier dus alle lijstjes in zitten. Ik heb 7 lijstjes van het maatje 13×18. Ik denk niet dat ik dit allemaal in mijn hand ga houden. Maar hier heb ik er dus 7 van. Ik heb namelijk een heel collage gemaakt. Ik heb net al verteld hoe ik het wil ophangen. En daar had ik dus 7 van deze maatjes voor nodig. Het zijn gewoon super simpel. Zwart met een randje. 13×15. En daar heb ik er dus 7 van. Hier zijn de andere 2. Dan heb ik 2 zwarte lijsten in de maat, 21×30. Deze kan je dus horizontaal, maar je kan ze natuurlijk ook gewoon verticaal of verticaal, horizontaal. Horizontaal, verticaal, ik weet niet. Maar je kan ze natuurlijk gewoon in de lengte of in de breedte ophangen, dat maakt verder niet uit. Maar die 2 heb ik dus ook nog gekozen. Dan heb ik er 2 van maat 30×40. Ook gewoon weer met de zwarte rand, super simpel, maar toch echt heel erg leuk vind ik. En dan als laatste. Deze is echt heel erg groot. Dat is deze. Ik denk niet eens dat die op beeld past. Maar dit is 50×70. Oké, hij past erop. Maar dat is dus deze. Gewoon weer hetzelfde als de rest. Alleen dan gewoon een groter maatje. Oké, ik ga ze allemaal even terug doen. Want anders ligt het hier allemaal op mijn bed. Ik ga het zo meteen toch weer uitpakken, maar goed. Dus dit zijn de lijsten die ik dus heb gekozen. Nu gaan we door met de posters. De posters die ik heb gekozen, die zitten dus hierin. Super mooi in zo'n koker, waardoor ze niet kunnen beschadigen. Super chill. Oké, laat ik beginnen. Ze staat hier ook mooi vastgemaakt met de sticker. Stickers er bij mij al af, maar goed. Dan zit er gewoon nog een vel omheen, die de posters gewoon beschermt. Super chill, ze blijft echt super mooi. De verzending was trouwens ook echt ontzettend snel. Nou, laat ik maar gelijk beginnen met de allergrootste die ik heb gekozen. Waar ik misschien ook wel het allerblijst mee ben. Dat is namelijk deze. Er staat New York op. De United States. Met al die grote gebouwen. En dit is dus een 50×70. Hier ben ik echt super blij mee. Ze hadden ook nog heel veel andere met Las Vegas, Miami. En ja, gewoon super veel zeg maar, van die steden en zo. Super mooi. Ik vind deze echt heel gaaf. En dit is dan gelijk de enige grote die ik heb. Dan de maatjes die daarna komen. Ik zal eerst beginnen met mijn eigen en daarna die voor mijn moeder gekozen. Als eerste deze. Dat is, staat de Wine Guide op en daar staat allemaal soorten wijnen op. Er zit hier wel een klein zwart vlekje. Maar in principe zie je dat verder niet. Ik weet niet of jullie dat ook zien. Maar deze is, en deze is in een maatje 30×40. Hier had je trouwens ook pasta, cocktails en zo, maar ik vond die wijn wel heel erg leuk. En dan heb ik nog in een maatje 30×40 deze. Deze heeft weer wat meer kleur. Die is ja, palmboom met een auto. Gewoon heel zomer vind ik deze. Deze doet me echt heel erg denken aan van die mooie bounty stranden, weet je. Deze vind ik echt heel erg gaaf.
Dus deze ook in een 30x40. En dan komen er nu twee voor mijn moeder. Als eerste heeft zij deze uitgekozen. Zij wil ze namelijk boven haar bed gaan hangen. Als eerste heeft ze deze uitgekozen. Nana Stay in Bed. Superleuk. Gewoon lekker simpel wit met zwarte letters. En dan heeft ze nog deze uitgekozen. Ook voor boven het bed. Voor het bed van mijn ouders. En daar staat op Sweet Dreams. Superleuk. Die past wel heel erg leuk bij elkaar. Mijn moeder heeft geen lijsten verder uitgekozen. Maar wel nog twee lijsten. Dan het maatje dat daarna komt. Dat is met 21x30. Daar heb ik er twee van uitgekozen. Als eerst deze. Met Prada. Superleuk. Ook gewoon weer wit. Met zwarte lettertjes erop. En deze lichtroze. De wereldkaart. Die vond ik ook wel echt heel erg leuk. Ik vind het wel leuk om dan kleur met zwart-wit af te wisselen. Omdat mijn kamer natuurlijk nu een beetje kleur begint te krijgen. Ook door mijn kussentjes en zo vond ik dat wel heel erg leuk. En dan de laatste is deze. Dit is dan een maatje 13x18. En je zal bedenken, waarom heb je maar eentje terwijl je 7 lijsten hebt. Maar dat zien jullie straks. Dus jullie hebben nu natuurlijk kunnen zien welke lijsten en posters ik heb uitgekozen bij Decennio. Ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Maar die zal ik aan het einde van de video vertellen, bekendmaken. Laten we maar eerst beginnen met de lijsten op te hangen aan mijn muur. Your eyes, you make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me like a bottle of wine. I'm fine. I come alive. You drop me wild when I kiss you at night. I'm okay. Zoals je kunt zien had mijn vader van tevoren al super lief spijkers in de muur geslagen, waardoor ik het zelf niet meer hoefde te doen. Ik had hem een collage laten zien met foto's van hoe ik de posters wilde gaan ophangen, zodat hij precies wist waar hij de spijkers moest plaatsen. Voor mij was het eigenlijk alleen nog maar een kwestie van ophangen en het ging eigenlijk super snel en gemakkelijk, dus daar was ik echt heel erg blij mee. Zoals je kunt zien zit er een ijzer haakje aan de lijsten, waardoor je de poster super snel en gemakkelijk recht kan ophangen.
Zoals je kunt zien zijn er trouwens ook een paar lijsten zonder posters of foto's erin. Ik wilde er namelijk zelf foto's in gaan doen van vrienden en familie. Maar die was ik vergeten af te drukken, dus dat moet ik binnenkort nog eventjes doen. Maar het leek me wel heel erg leuk om posters en foto's gewoon te combineren samen. Nou, ik ben super blij met het eindresultaat. Ik vind het echt super mooi geworden. En ook dat mijn muur zo weer lekker bedekt is en zo. En dat het is gewoon weer een beetje opgevuld in mijn kamer. Ik ben er echt ontzettend blij mee. En ik heb voor jullie nog iets heel erg leuks. Ik heb namelijk een kortingscode van 25%. Als je naar de website Decennio gaat en de kortingscode 25Fleur gebruikt, krijg je dus 25% korting op je aankoop. Helaas geldt de code alleen niet op de lijsten en de posters van de Handpicked en Collaboration collectie. Maar je hebt nog genoeg keuze over om een paar leuke posters te scoren. Dus ik zou zeggen, zeker even naar de site gaan, want ze hebben echt superveel. En die kortingscode maakt natuurlijk alleen nog maar leuker. De kortingscode is vanaf vandaag, 19 juni 2018, geldig tot 21 juni 2018. Super leuk, dus je hebt 3 dagen de tijd om leuke posters te scoren. Ik zou het zeker doen en het zijn zeker aanraders. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden, een beetje inspiratie hebben opgedaan. En dit een keertje leuk vonden in plaats van een weekvlog. Laat zeker weten of jullie meer video's zoals dit willen zien of andere soorten video's. Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom in de reacties. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.